Grafische resultaten. In de werkruimte ziet u de vervormingen van het model. Het controlepaneel toont de kleurlegenda. In de nevigeiter wordt een nieuw tabblad geactiveerd dat de verschillende soorten resultaten beheert. De tabel overzicht geeft de rekenstatistieken weer. Standaard worden de globale vervormingen van het model weergegeven. Gebruik de werkbalknoppen, vorige en volgende, rechts van de lijst met belastinggevallen om te schakelen tussen de resultaten van de belastinggevallen en combinaties. U kunt ook een specifiek onderdeel uit de lijst selecteren. De vervormingen van belastinggeval 2 tonen bijvoorbeeld de verplaatsingen als gevolg van het eigen gewicht en van de veranderlijke last op de onderste vloer, inclusief de veiligheidsfactoren, die worden weerspiegeld in de verhoogde belastingswaarden. De resultaten van de uiterste grenstoestand ontwerpsituatie ontwerpsituatie 1 dekken de maximale resultaten van alle relevante belastingcombinaties belastingcombinatie 1 tot en met belastingcombinatie 15. Gebruikt het navigator resultaten om het type resultaten voor de weergave te selecteren, zoals vervormingen, snedekrachten van staven, spanningen van vlakken of reactiekrachten. De fundamentele categorieën zijn gemarkeerd in de navigator resultaten. In de subcategorieën kunt u het specifieke type resultaat selecteren. Stel belastingcombinatie 8 in om bijvoorbeeld de resultaten van het eigen gewicht en van de veranderlijke last op het platform weer te geven. Activeer vervolgens de categorie Staven en selecteer de optie MI in de boomstructuur Snedekrachten. Selecteer ook de categorie Vlakken. Activeer in het structuuronderdeel basissnedekrachten de optie Mi. De Mi-momenten zijn de buigmomenten rond de hoofdassen van de platformstaven. De basisvlakmomenten Mi vertegenwoordigen echter de buigende momenten die in de richting van de lokale i-assen van de vlakken werken. Voor de vloeren zijn ze evenwijdig aan de globale i-assen. Als de lasten worden weergegeven, kunt u ze verbergen door op de knoppen Toon lasten en Toon imperfecties. Op de werkbalk te klikken. Schakel bovendien de symbolen van de knoopnetverfijningen en net uit. Open de navigator weergave door op het tabblad navigator weergave te klikken. Open in de categorie Model het onderdeel Typen voor knopen en schakel het selectievakje Knoopnetverfijningen uit. Schakel vervolgens het selectievakje van de categorie net uit. Stel de navigator Resultaten opnieuw in door op de knop Navigator Resultaten te klikken. Om alleen de reactiekrachten weer te geven, deactiveert u de categorieën Staven en Vlakken. Selecteer vervolgens de reactiekrachten.